Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een goed nieuwe video. Super waardevolle presentatie vandaag voor jou gemaakt. Je spaart jezelf nooit rijk en wat je in plaats daarvan moet gaan doen. En mijn naam is Paul van Sprundel, Instagram en Facebook en drop even een like op deze video en abonneer je en dan gaan we er gelijk induiken voor je met deze presentatie. Nou, voor wie is deze video? Gasten die hun droomleven uiteindelijk willen leven tussen de 18 en de 25 jaar. Je wilt niet 20 jaar op safe willen spelen door alleen maar in ETF's te gaan investeren, et cetera, om je geld te gaan sparen en te hopen dat het een keer goed komt. Voor mannen die echt de vrijheid willen, die de wereld willen rondreizen, die in Bali willen zitten, in Dubai of waar je ook heen wilt. Momenteel zit ik zelf in Dubai, in Bali, excuus voor een aantal maanden, en ga ik waarschijnlijk volgend jaar 6 maanden emigreren naar Azië. En daarin ga ik je ook meenemen hoe ik dat doe en hoe jij dat voor jezelf kan doen. Nou, dit is voor iedereen die de wereld wil rondreizen en gewoon zo hard wil leven dat ze kapot het graf ingaan. Uiteindelijk gaat het ook om lifestyle. Dat is een van de dingen die ik ook altijd preach. Business vind ik enorm belangrijk, maar lifestyle daarnaast is ook een van de redenen die ik enorm belangrijk vind in dit leven. Oké, ik zal je even vertellen over mijn verhaal en ja, wat jij daarvan kan leren. Ik dacht dat ik mezelf rijk kon sparen. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Mijn dromen wanneer ik jong was, waren eigenlijk profvoetballer worden, et cetera. Wat niet is gelukt, helaas. Maar het leven hitte me. Ik ging naar een kantoorbaan, 9 tot 5. Ik leefde nog met mijn ouders en ik spaarde 1500 euro per maand van mijn huidige baan omdat ik bij mijn ouders woonde. 500 euro gewoon vaste lasten die ik dan nog had. En ja, wat ik daarnaast deed was het lezen van info over investeren in aandelen, crypto en vastgoed. In alle drie geïnvesteerd, in alle drie resultaat behaald, maar niet zulke goede resultaten als met mijn eigen online business. Ik dacht dat de manier was om rijk te worden is dus door geld te sparen en dat geld is te investeren. Dat is zeker een goede mogelijkheid, alleen ja, ik kwam er eigenlijk achter dat er een veel beter plan is om snel rijk te worden. En dat is gewoon je eigen online business. Daar heb je meer controle op ten opzichte van aandelen, crypto of vastgoed. Nou, wat is dus het probleem met jezelf rijk maken? Zoals je weet is er enorm veel inflatie, zeker sinds corona. Is er heel veel onzekerheid, zeker ook door corona. De huurprijzen in Nederland gaan door het dak heen. Belastingen worden elk jaar hoger en hoger. En er is steeds meer instabiliteit in de Nederlandse markt. En tegenwoordig is het meer risico om het traditionele pad te nemen van middelbare school, studie, 9 tot 5 baan, hypotheek, pensioen, doodgaan. Dan eruit te klimmen en je eigen leven te leven op je eigen terms. Want er is zoveel voor jou in het leven. Alleen, ja, je moet het alleen maar gaan pakken. Het risico nemen. Nou, het besparen van geld op jonge leeftijd is uiteindelijk maar voor één ding. Spaar zodat je risico's kan nemen. Werk dag per dag. Je hebt enorm veel tijd. Je bent nog een jonge gast en je hebt tijd om na te denken. Ik nam de sprong uiteindelijk door te investeren in mezelf en zie wat er is gebeurd. Ik heb de afgelopen 4 jaar enorm veel risico's genomen in mijn business. Ik heb meer dan 10k tot 100k per maand verdiend met mijn dropshipping business. En nu draai ik 10k plus per maand met mijn coaching business, wat ik ook weer ga opschalen richting 100k per maand. Dat zijn eigenlijk skills die ik heb geleerd de afgelopen 4 jaren. En ik ben je alles aan het leren wat ik heb geleerd de afgelopen 4 jaren, zodat jij die tijd bespaart, dat geld bespaart en sneller jouw gewenste resultaten wilde behalen. Toen ik hiermee begon, wilde ik dat iemand dit soort video's voor mij maakte, zodat ik verder kon komen in het leven. En ik hoop dat je hier enorm veel aan hebt. Nou, we hebben dus geleerd dat je niet moet sparen, maar wat zou je nou moeten doen? Verdienen en besparen op welke manier dan ook. Spendeer alleen geld aan dingen die je meer geld kunnen opleveren. Die je er hebt. Je eigen business, een boek, een cursus, een mentorship, etc. In je eigen business, waar je zelf controle over hebt. Schrijf duidelijk op wat je van het leven wilt. Wat is nou jouw eigen droomleven en hoe ziet jouw dag, perfecte dag eruit? Volg uit welke risico's je zou moeten nemen om dat gewenste droomleven te gaan behalen. Spaar en neem het risico. En vind uiteindelijk het netwerk en begin uiteindelijk van het genieten van het leven. Faal je uiteindelijk? Ga terug naar je 9 tot 5, spaar weer geld en neem weer een risico. Het is helemaal niet zo erg om te stoppen met een baan en vaak zijn het je eigen verantwoordelijkheden door de dingen die je hebt gedaan in het leven. Dus dat wil ik je meegeven. Spaar alleen geld om daar risico's mee te nemen. Zeker als je jong bent. Hoe meer risico's je kan nemen, hoe beter. Oké, ik heb mijn 10k plus per maand systeem uitgelegd. En ik ga je precies uitleggen hoe jij 10k plus verdient met je eigen dropshipping business. En hoe je je droomleven kan bouwen. Dus begin met dropshipping. En dat vind je allemaal in de e-com elite 10k plus per maand cursus. En degene die met mij willen spreken en naar 100k plus per maand willen scharen, stuur me dan een DM. Voor iedereen die nog niet op 10k plus per maand zit, je kan de cursus aanschaffen in de link hieronder. En ik hoop dat je daar superveel aan gaat hebben. En mocht je nou met mij 1-op-1 willen spreken en je coaching, je dropship business naar next level willen schalen,
stuur me dan even een DM op Instagram of op Facebook en dan spreek je daar. Ciao, ciao.